Goedemiddag. U bent nog niet zo heel erg lang wethouder. Hoe lang bent u wethouder? Bijna 9 maanden, vanaf 4 juni vorig jaar. Oké, ja, dus nog niet. Er zijn er die langer zitten. We hebben 3 collega's die al wat langer zitten en 3 nieuwe wethouders die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing of zeg maar de vorige benoeming tot het college zijn gekozen. Ja, en nou, bevalt het tot nu toe? Fantastisch. Ja? Ja, het is erg druk, maar dat geeft niet, je klaagt niet. Het is een heel veelzijdige baan. Je hebt ook echt het gevoel dat je wat voor de stad en voor de mensen kunt betekenen. En in dit geval ook mijn portefeuille ook wat voor dieren kunt betekenen. Ja. Niet onbelangrijk. Erg mooi, afwisselend. Ja, want ik zag dat u aardig wat in uw portefeuille heeft. Ik kan het wel opnoemen, maar u weet het beter natuurlijk. Kunt u even opnoemen wat u allemaal in de portefeuille heeft? Ja, ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor verkeer en bereikbaarheid, mobiliteit. Voor de beheer openbare ruimte, groen, afval, even kijken, milieu, toezicht en handhaving, vitaal en waardig ouder worden, toezicht en handhaving, had ik geloof ik al gezegd, en dierenwelzijn. Kijk, dat is een heleboel. En komt het allemaal nog bijbenen? Ja, jawel, dat gaat prima. Goede ondersteuning, dus daar komen we een heel eind. Ja. Oké. Nou kunnen we het niet over al die onderwerpen hebben natuurlijk, want dat zou veel te veel worden. Maar ik wilde het eigenlijk beginnen over vitaal en waardig ouder worden. Ja. Kunt u daar een beetje over vertellen wat dat precies inhoudt, wat u in die portefeuille heeft als wethouder? Nou, Nederland vergrijst. We worden allemaal steeds een beetje ouder.